Tweede hoekschop al in deze wedstrijd voor Bergen. En dan moet Steijnen zich al reppen, ja, ja. Voorlopig is Bergen de ploeg die dreigt. Club Brugge nog geen valabele aanval in elkaar gebokst. Ze gaan dan met z'n tweeën naar die bal. En die komt dan op een of andere schouder terecht. Allebei zelfs. Met zijn knie. Maar hij behoedt Club Brugge hier voor een nieuwe gelijkmaker. Daar is Schokko weer, en op Vliet Steijnen. Met ingaan van de toegevoegde tijd. Dat die aan Vliet Steijnen. De laatste seconde is even goed als de eerste. Dat hebben we onthouden van gisteren. Gaan we met de andere. Het is dieper naar beven op de laatste. Niet zo neerlijk van de voetbal. En dan Steijnen. Dat was hard nodig en zo heeft Zeeland Beerschop ook een eerste goede kans gehad. Prima voorzet van Kroes. En dan de knik naar de grond zoals het hoort van Dosumbo. Maar de centrale doel waardoor bereikbaar is degene die zo dan straks loopt. Steijnen komt en heeft hem aan nu van twee. Glenn Steijnen. Ja. Stijn Steijnen. Dat was er eindelijk eens een keer dichtbij voor Zeeland Beerschop. Bijna twee minuten in de tijd. Dit is de trap, waarop? Mooi hoor, het is nog niet gedaan. Milenkovic en Hockey Peters vergeet de bal. Maar dit was een uitstekende lage vrijschop van Stefan Simetsa. Pazewski die naar zijn rechter wil, waar kan je van op aan? Pazewski! Steijnen! Ja. Als je nog moest overtuigd worden dat de match gekeerd is, gekanteld is, dan bent u het nu wel. Niet aan het opletten, maar hier komt Persoons! Persoons! En een geweldige redding van Stijn Steijnen. Ja, die heeft het laatste half uur wat op zich zien afkomen. Een klungel achterin bij Club en Steijnen houdt de 0-1 op het bord. Oh, prachtig, non! Voor Persoons! Niet over Stijn Steijnen, maar die aflegger van Alois Non. Goud waard. Kijk eens. Nee, geen buitenspel. Daar liep Priske nog. En dit is goed geprobeerd. Dus gaan we rusten met 0-1. Trap op de paal. Van Mavi. Voor die Steijnen bereikte, hij doet een hoekschop. En dan een schot van Vukomanovic. I can't.
goed gelezen.